Hey, twee witte oude mannen. Leuk, hè, die nieuwe informateurs. Hoe oud zijn ze? 80 en 82? Oh, dat zou ik niet weten. Maar ze heten Dijkgraaf en Van Zwol. Dat vind ik al een hele mooie combi. Wijze mannen, wijze mannen. We hebben er ook weer, we mochten weer filmen. SGP en CDA, kijk, toch? Ja. Links is een topambtenaar van Richard van Zwol. Heeft lang voor Rutte gewerkt en Balkenende. Die naam is stel als je ze zo ziet. En links, kijk wel. Ja. Zijn ze bij crematie geweest? Nooit mensen over hun uiterlijk. Nee. Of hun kleding beoordelen. Man, zeg, wat is dit nou toch weer? Die man weet alles van migratie. Ja, dat is lekker. Ja? Echt? Ja. Ja. Van Zwol heeft laatst nog meegeschreven aan een rapport over migratie. Ja, nou, van... doet hij hartstikke goed. Goed in te perken. Nee, maar waar zitten we naar te kijken? Wat is dit? Dit zijn de twee nieuwe informateurs. Ja, dat weet ik wel, maar waarom deze twee mannen? Omdat de een 11 jaar lang, volgens mij 11 jaar Kamerlid voor de SGP is. En is econoom, hè? En econoom. En ja, hij is... jij vertelde het verhaal van hoe hij is weggegaan. Dat heb je, jij hebt dat nog meegekregen. Ja, dat was best wel pijnlijk. Hij is getrouwd met een oude minister. Met Tamar van Ark. Nee, maar in zijn partij mag je niet scheiden. Nou, dat was en toen, hij was zo gek op Van Ark dat hij wel gescheiden is. Ik zat toen net in de Kamer. En toen, denk ik, een jaartje of zo. En toen deed hij een stap terug. Er was eerst gezondheidsproblemen. En toen is hij definitief gestopt. En toen ging toen nog voorzitter Ariep zijn afscheidsbrief voorlezen. En toen... ja, kwam dat een beetje naar buiten. Ja, dat was wel verdrietig. Ja. Dat gebeurde allemaal bij jullie op de werkvloer. Die linker. Ja, twee was dat dan? Links is Dijkgraaf van de SGP. En ik ken hem... ja, het was ook voor mijn tijd, maar ik ken hem van die filmpjes van Rutger. Hij is echt een Don Juan, dat zie je. Ja, ja, die kan hij niet aan bij die First Sight meedoen. Nee, maar hij ziet er wel gelukkig uit, vind ik, als je hem zo ziet. Hij kwam bij die filmpjes van Rutger er altijd wel een beetje lullig uit verleden. Maar ik hoorde vandaag weer bij het CDA dat bij Rutte 2, toen er gedoogd werd, ook door de SGP, dat hij wel inhoudelijk echt veel geleverd heeft toen. En dat ze dus dat mensen best wel van hem opkijken. Maar ik zeg de dynamisch stel, maar hoe oud zijn deze mensen dan? Want ik, hoezo moet ik dat weten? Hoe kan ik dat nou weten? Alsof ik van iedereen weet hoe oud ze zijn. Ja, maar Johan Remkes is ook over de datum. En iedereen wil hem altijd hebben als de problemen opgelost moeten worden, Wilfred. Hebben ze niet zo'n snotneus van 57. Ik hoor net dat de 59 is en eentje is nog jonger dan ik. Ben die is 54. Maar wie van de twee is dat in godsnaam? Dat zal die rechter dan zijn, denk ik. Nee, niet zo oud, hoor. Nee... opa rechts, die begrijpen het geloof ik niet helemaal. Maar het plan is, ze hebben tot het meireces 6 tot 8 weken. Maar ze hopen dat het binnen 6 weken afgerond is, die onderhandelingen. Als dat goed gaat, dan ga je kijken naar wie gaan er in het kabinet zitten. Daar rekenen ze 2 weken op. En dan begin juni zou het kabinet op het bordes moeten staan. En dan gaan zij nog wat plannen uitwerken. Als het allemaal gaat lukken.